Hey, super leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over ChatGPT en content en social media marketing. Dus kijk en doe maar mee. Wat gaan we vandaag bespreken? Wat is ChatGPT? Wat kun je ermee? Hoe werkt het? ChatGPT en Canva en dus jouw content marketing. Supersnel content maken en een korte samenvatting. We beginnen even bij de eerste vraag. Wat is ChatGPT nou eigenlijk? Je hebt er wellicht al wat van gehoord, want het is de laatste tijd ontzettend populair en veel in het nieuws geweest. En het is eigenlijk niks anders dan een hele superslimme website, soort super Google, die ons helpt om heel snel aan informatie te komen. Het is gebaseerd op artificial intelligence en het is een soort chatbot, alleen het ziet er gewoon uit als een website. En ik kom later zo uiteraard nog even meer zien. En het helpt ons aan informatie, het samenvatten van stukken, het opzoeken van zaken, het meedenken en het is self-learning. Met andere woorden, er zit een zelflerend model achter. En door dat zelflerende model wordt eigenlijk die software en de kennis van de chatbot wordt steeds groter. Het blijft nog steeds geen mens, maar het praat wel met ons al op een soort menselijke taal. Het kent inmiddels superveel toepassingen en natuurlijk ook heel veel toepassingen voor jouw social media marketing. Wat kun je met ChatGPT? Nou, eigenlijk dus ontzettend veel. Ik noemde het net al, het zoekt informatie op. Alleen in plaats van dat je in Google al je zoekresultaten moet aanklikken of moet filteren, komt nu de informatie naar je toe. Je kunt er supersnel vertalingen mee maken, samenvattingen, tabellen. Maar je kunt het ook echt inzetten voor je marketing en sales, voor je klantenservice. Een stukje contentcreatie komen zo op en allemaal andere creatieve dingen. Dus als je aan ChatGPT vraagt, schrijf mij een gedicht, doet hij het. Denk mee in mijn muziek. Creatie doet hij het. Dus kortom, het is ook een soort personal assistant. Voor je klantenservice kan het ook geïntegreerd worden als chatbot, waardoor je klanten weer sneller geholpen worden. En voor je marketing en sales kan het bijvoorbeeld op zoek gaan naar de juiste leads of goede analyses maken. En voor je social media marketing kan het helpen aan inspiratie op het gebied van content, maar dus ook met een stuk content creatie. En daar komen we nu op. Sorry, hierna. Hoe werkt ChatGPT? ChatGPT is in feite gratis. Het is gewoon een website. Het heeft een gratis module en een paid model. En als je de betaalde module hebt, betaal je nu $20 per maand. En heb je eigenlijk toegang tot een paar zaken die anders zijn dan het gratis model. En één ding wat anders is, is dat je meer of een hogere kans hebt dat ChatGPT bij jou altijd werkt. Als je niet het betaalde model hebt, dan heb je wel eens dat je niet altijd gebruik kan maken van zijn of haar diensten, simpelweg omdat het te druk is. En als je een paid model hebt, heb je gewoon voorrang. Dus heb je eigenlijk veel meer, de kwaliteit van levering gaat eigenlijk altijd door. Daarnaast kan je ook nieuwe functionaliteiten eerder inzien. Ik heb tot nu toe alleen maar ervaren dat ik inderdaad met het paid model nooit eruit gezet word en dat ik er eigenlijk altijd gebruik van kan maken. ChatGPT, hoe werkt het? Punt nummer 2, je geeft eigenlijk input via een prompt. Dus een vraag of een taak is dat. Dus je vraagt bijvoorbeeld, wat wordt het weer vandaag? Of geef 10 suggesties hoe ik beter mijn huis kan opruimen. Of voor je marketing, geef eens 10 inspiratievolle tips over content, product of nou, noem maar op. Kortom, je geeft het een vraag of je stelt een vraag of je geeft het een taak. En dat noemen we een prompt. En hoe specifieker of concreter jouw vraag is, hoe specifieker ChatGPT ons kan helpen. Dus let daarop in je vraagstelling dat je echt supergoed weet wat je wil. Weet je het niet in één keer? Geef niet, want dan kan je daarna ook weer bijsturen. En nogmaals, ChatGPT is self-learning, dus die wordt zelf ook steeds slimmer. Als hij op nu bijvoorbeeld weet wat jouw website-stijl is, zal die zich daar ook meer op gaan acteren. Het systeem blijft dus ook leren en jijzelf ook. En dat is natuurlijk een hele fijne combinatie. En dan het onderdeel wat ik denk dat heel erg leuk is, althans ik vind het zelf heel erg leuk, is ChatGPT en Canva. Want je kan dus door het slim inzetten van ChatGPT supersnel heel veel contentstukken creëren. Dus dat gaan we nu gewoon doen. Dan ga je naar je browser toe en dan open je eigenlijk je Canva. Je opent ChatGPT en je hebt een spreadsheet. En als eerste wat we doen, gaan we naar ChatGPT en we vragen eraan, hallo, wil jij ons 20 quotes geven over honden met de auteurnaam? Stel voor dat wij een hondenwebshop hebben of iets in die trant en wij willen op onze social media mensen inspireren om meer over honden te leren of nou, wat dan ook. Hier hebben we dan 20 quotes over honden met de auteur, ook nog veel unknown. En die zijn in een bepaalde opmaak.
Dus de quotes zijn tussen aanhalingstekens en daarachter staat de auteur. Maar stel voor dat wij deze straks, want we hebben straks nodig een soort tabelvorm, of als we een tabel willen, dan hoeven we dat niet zelf te doen, kan wel. Maar we vragen aan ChatGPT, super, wil je deze in een tabel voor ons zetten? En dan gaat hij. Dan wachten we even. En zodra die klaar is, doe je niks anders dan dit spektakel even kopiëren. Dan ga je naar een Google Spreadsheet. En dan plak je alle content. Nu staat hij automatisch in een tabel, omdat we dat ook gevraagd hebben aan ChatGPT. Dus dat is super. En we hebben ook meteen alle kolomnamen. Wat we doen is deze even dik gedrukt maken. En dan gaan we alweer naar Canva. Stel voor dat we 20 Instagram posts willen maken met hondencontent, quotes en die ook gaan inplannen. Dan gaan we naar een ontwerp maken. Dan gaan we naar een Instagram bericht. En stel voor dat we zeggen we willen hier een schabloon hebben met een quote. Dan gaan we naar ontwerp, quotes. En we zoeken een leuke uit. We doen er een met een foto. En stel voor dat we zeggen, we kiezen deze. Hier maak ik de tekst iets kleiner. Tekstvak moet ik zeggen. En stel voor, hier kan je de opmaak nog doen, maar daar komen we straks op. Maar nu, wat we nu gaan doen, is die quotes koppelen aan onze content. En dat gaat als volgt. Hier zo aan de linkerkant zie je heel je Canva menu. En daarin ga je naar apps toe. Hier is die. En dan zoek je op bulk. Bij mij doet hij het niet, want die staat al in de linkerkolom, omdat ik hem vrij recentelijk gebruikt heb. Heb je dat niet, kun je hem dus daar opzoeken. Dus hier zie je bulk aanmaken. Daar klik ik op. Nu hebben we twee opties. Of de data uploaden via CSV of handmatig. Wij doen even een CSV. Dus we gaan even terug. Dan noemen we dit nog even 100 quotes trouwens. Bestand downloaden als CSV. En dan gaan we weer even terug naar Canva. En hier gaan we CSV uploaden. En voilà. Hier zien we de drie kolommen. Nummer, citaat en auteur. Dus daar worden we al heel blij van. En nu gaan we ze koppelen. Wat we hier gaan doen. Hier willen we de quotes in. Dan gaan we naar de drie puntjes. Dan gaan we naar gegevens verbinden. En hier zie je ook weer die drie kolommen. En hier, raad je het al, kiezen we voor citaat. Hier gaan we de auteur doen. Dus dan let wel even altijd op goed dat je het goede tekstvak hebt om te verbinden. Hier klik je ook weer dit tekstvak aan. De drie puntjes. Gegevens verbinden. En hier zeggen we auteur. En hier zetten we bijvoorbeeld We Love Dogs. Wat we dan doen is even deze foto weg. En we gaan even naar foto's en we zoeken een foto van een hond. Die zetten we even achter. En wat we nu doen is even terug op de tekstvlak. En dan gaan we even terug naar bulk. En dan zie je hier doorgaan. Daar klik je op. Klopt het? 20 quotes zijn het. Je kan hier nog zeggen, deze vind ik toch niet zo goed. Of deze. In ieder geval, je selecteert welke jij wil. En dan klik je op pagina's genereren. Dan wacht je even. En tada, hier zo. Zie je dus meteen 20 posts in Canva. Met elke keer een andere quote. En de auteursnaam. Allemaal geautomatiseerd. Maar stel voor dat je dan zegt, die hond is super lief, maar we willen niet elke keer dezelfde hond. Wat je dan nog kan doen, is een afbeelding bewerken. Is een andere afbeelding kiezen. Dus dan ga je even terug naar foto's. En dan ga je alle honden langs. Of je kiest zelf hondenfoto's. Je snapt het idee. Je gaat net zo lang door totdat jij helemaal blij bent. En wat we ook nog kunnen doen is even de naam aanpassen van de content. Dus zeggen we honden. Quotes voor Instagram.
En we gaan nog even verder met de opmaken. Dus nou, deze die klopt bijvoorbeeld. Deze klopt ook. Deze ook. Maar er waren er ook een paar die net buiten de leiding vielen. Bijvoorbeeld deze. Dus kan je of natuurlijk dit streepje wegzetten. Of je maakt hem iets kleiner. Dat je content gewoon op maat is. Je zou er nog voor kunnen kiezen om alles wat unknown is weg te halen als auteur. Maar dat is natuurlijk net nagelang het type content, het type doel en wat jij wil communiceren. Nou, en zo ga je ze eigenlijk één voor één nog even controleren. Net zolang totdat je denkt, nou, dit zijn eigenlijk al heel veel content posts, Instagram posts, waar ik gewoon blij van word en die ik zo zou kunnen en willen publiceren op mijn Instagram kanaal. Ook dat kan natuurlijk. Je zou ze vanaf hier kunnen delen in je Canva content kalender. Je kan ze downloaden en vanaf daar direct organisch op je Instagram delen. Stel voor dat wij zeggen, nou, we gaan ze even downloaden en we downloaden ze allemaal. Het formaat klopt. Dan gaan we even naar onze downloads toe. Hier staan ze allemaal, dus dat is goed. Ja, nou, je ziet dus heel snel je nieuwe content. Je kan ze ook op een andere manier inplannen, dus je kan ze zo vanuit je content inplannen. Maar je kan bijvoorbeeld ook ze eerst downloaden, nog even rangschikken welke je wel wil, welke je niet wil. En dan ook inplannen via Canva, maar dan ga je even naar je homepage van Canva. Dan ga je naar apps toe, naar content plannen. Dat is wel een pro feature, dus daar betaal je wel iets voor. Maar dan kun je weer wel heel veel extra's mee op Canva. En stel voor dat je zegt, nou, die willen we hier inplannen. Dan ga je bijvoorbeeld naar de 31ste toe. Je klikt de post aan. Je zegt van, nou, ik wil alleen pagina 9. Even kijken welk hond dat is. Je doet een kanaal selecteer je. Hier zie je, zijn meerdere van mijn social media kanalen gekoppeld. Dus Twitter, Pinterest per bord, LinkedIn, mijn persoonlijke LinkedIn en mijn zakelijke Instagram. Hier kan je nog een kanaal toevoegen. Wij gaan voor nu even voor de zakelijke Instagram. Stel voor dat dit even de honden Instagram is. Hier vul je je tekst in. Vul hierin wat je wil, maar je snapt het idee. En hier klik je op plannen. Stel voor dat ik zeg, nou, de tijd is toch niet goed, ga je nog even hier naartoe, daar mijn tijd wijzigen, kan je toch zeggen, nou, ik wil hem bijvoorbeeld om 9 uur 's ochtends klaar. Als je zeker weet dat het goed is, klik je op plannen. En hier staat hij erin. Op het moment dat je hem wil wijzigen, klik je er weer op. Ga je weer naar 3 puntjes en je kunt het bericht weer wijzigen, tekst wijzigen, datum wijzigen, noem maar op, of het bericht verwijderen. Dus, samenvattend, als je ons de vraag stelt, wat kan ChatGPT betekenen voor de social media marketing, zijn wij super enthousiast. Het is echt een hele welkome aanvulling in de tools die we al kennen. Het blijft een soort personal assistant die eigenlijk alles doet wat jij wil, althans heel veel doet. Zeker als je iemand nodig hebt die meedenkt op het gebied van inspiratie, content marketing, maar ook een stukje strategie, maar ook content creatie, kan het ontzettend veel tijd besparen als je het maar goed inzet. Let op dat je geen persoonlijke data deelt, dat vragen ze ook. En als je hoe beter je ChatGPT leert kennen, hoe meer je ook merkt dat het echt wel een zakelijke tool is, dus dat is op zich goed. En hoe specifieker jij bent, hoe beter de kwaliteit is en hoe beter ChatGPT zijn werk kan doen. Let op dat het altijd een chatbot blijft, hè? Dus het is altijd een robot gebaseerd op artificial intelligence en het is geen mens, dus wees daar altijd wel van op de hoogte. En tot slot, wees specifiek. Hoe specifieker jij bent over en tegen ChatGPT, hoe beter hij of zij, wat het ook is, zijn werk kan doen. Dus de kwaliteit ligt echt in de vraagstelling en het weten wat je wil. Wil je hier nog meer over weten? Ik heb een gratis boek over ChatGPT en social media marketing op mijn website staan. Ik zal de link even hieronder zetten. En ik heb een cursus over content marketing, waarin ChatGPT ook een super belangrijk onderdeel is, waardoor jij nog sneller en beter en gerichter content kunt maken. Heb je daar interesse in? Dan hoor ik het heel erg graag. Volg zo M7, zou ik heel erg leuk vinden. En ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Dankjewel.